Ik ben Jan Zug, advocaat strafpleiter in Deventer. En als ik minister van Justitie zou worden, ik zie het niet gebeuren dat ik tot zo'n hoog ambt word geroepen, zou ik er in ieder geval voor zorgen dat mensen weer weten te waarderen wat allemaal goed is in dit land. En dat is met name de rechterlijke macht, de politie, het hele justitiële bestel waar ik groot vertrouwen in heb. Natuurlijk, er gebeurt van alles waar wij het niet mee eens zijn en dan laten we ons ook horen, maar de basis is dat wij een door en door fatsoenlijk stelsel hebben. En ik hoop dat meer mensen dat gaan zien. Ik denk dat er een cultuurverandering bij de politie moet komen. En dat er meer mogelijkheden moeten komen. Dat agenten meer moeten gaan verdienen. Omdat, ja, als je niks betaalt, krijg je ook geen kwaliteit. Ik vind dat er overuren uitbetaald moeten worden in plaats van opnemen in vrije tijd. En ik vind dat er gewoon heel hard gewerkt moet worden. En moet kunnen worden. En dat je door hard werken, door cursussen te volgen, door jezelf te verbeteren, omhoog kunt in die organisatie. En niet omdat je op grond van allerlei ambtenaren voorzitten recht hebt op een streep meer. Nee, je moet jezelf kunnen verbeteren. Ik zou veiligheid onder willen brengen bij binnenlandse zaken en justitie alleen justitie laten zijn, omdat veiligheid en justitie elkaar bijten. Justitie is ervoor om de burger tegen elkaar en vooral tegen de overheid te beschermen.